En welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time, onze speciale serie waarin wij de Suripop-componisten voor het voetlicht plaatsen. Vandaag zit ik met een duo-componisten-team. En dat is broer en zus Rudy en Eunice Fernand. Zij hebben de compositie geschreven, Jamide, die door Naomi Sastra wordt vertolkt. Ook op het podium 3 december in Nice. Rudy en Eunice, welkom in Q-Time. Dankjewel. En ook, jullie zijn zo color-coordinated, broer, zus. Het was niet toevallig. Afgesproken. Ik haalde hem en ik zag het hem. Ik zei, ik ga jouw blauw aan doen. Wacht even, glasmat, hè? Helemaal. Broer, zus, zijn jullie altijd zo in sync? Nee. Nee, zeiden ze in koor. Ja. Oké, maar het is toch de derde keer dat jullie meedoen samen. Ja, heb je eerder niet gedaan? De tweede keer samen. Maar tweede keer samen. Maar toen jullie Woman hadden gedaan, was je alleen? Nee, maar we waren samen. Highway of Love. Highway of Love heb je alleen gedaan. Oké, de Suripop is niet nieuw voor jullie. Gefeliciteerd dat jullie de finale waren. Maar heb je een soort van, luister nou. Ai, ik heb mijn kwaliteit. De vorige keer was ik er ook bij. Highway of Love was ook zo'n prachtig nummer met ook zo'n fantastische clip. Had je zoiets van, nou, die Sacintori, kom gewoon erin. Nee, elke keer is eigenlijk weer opnieuw die serie van, oké, gaan ze bellen of niet? Ja. En dan word je eigenlijk gebeld. Dus, ja. Maar niet dat je zoiets hebt van, oh ja, het komt goed. Dat niet. Toch wel elke keer weer spannend. Voor jou zit de tweede keer, vorige keer heeft hij geloesoed. Ik weet niet waarom, maar ik vraag waarom. Ik wilde niet meedoen. Het vereist wel heel veel organisatie. Ja, want je hebt wel de ervaring met de vorige keer met Woman. Klopt. Ja. Mm-hmm. Dus ik weet al hoe het aanvoelt en ik had zoiets, nee, ik ga niet mee. Ja. Ga maar. Maar Woman was toch wel een tijdje terug alweer. Klopt, ik denk 2012. Ja, dat is alweer een tien jaar verder. Ja. Oké, maar deze keer heeft hij je overhaald? Yes. Toch wel? Yes. Okay. Maar hij heeft je wel een mooi compliment gemaakt tijdens de presentatieavond. Hij heeft gezegd dat jij de schrijfster bent. Ja, toch? Ja, dat is zo. Dat zei hij heel. Ja, wat wil je dan nog meer? Als iemand je dat zegt, toch? Klopt. Kan je niet zeggen. Dus daarom zit ze nu. Precies. Okay. Dat is geen keus. Okay. Collaboreren jullie veel met z'n tweeën? Of is het echt jij schrijft en jij doet de melodie en de creatieve uitvoering en dergelijke? Is het echt rolverdeling of is het toch samen optrekken? Zij doet echt letterlijk die tekst, zeg maar. Mm-hmm. Soms dan vul ik aan of ik zeg ervan, weet je wat, we gaan hierover schrijven. Ja. En dan doe jij dat en dan doe ik de rest. Ja, okay. Maar ze is niet geïnteresseerd in dat eromheen, ik zweer het en je. En jij wel. Ja. Jullie vullen elkaar wel heel goed aan. Ja. Heb jij een voorliefde voor schrijven of dichten of poëzie? Ik heb eigenlijk altijd geschreven. Uh-huh. Ik geloof dat ik toen op de... Ik studeerde al. Uh-huh. En toen deed ik mee aan de Kwaku Literatuurprijs. Ja. Uh-huh. 2 keer gewonnen. Oh, wauw. Oké. Okay. Ja, mooi. Altijd gedichten geschreven, deelgenomen aan essaywedstrijden. Dat soort dingen interesseerden me altijd. Mm-hmm. Altijd. Oké, okay. Dus er is toch wel iets in dat met een poëzie en creatief schrijven te maken heeft. Oké, de note, Jamide. Is een very, very powerful statement. Yeah. Love song? Niet per se. Nee. Heel veel mensen denken dat wel. Yeah. En ik begreep wel waarom. Ja. Yeah. Dat is wel de eerste indruk, maar het heeft zoveel lagen en je kunt er eigenlijk alle kanten mee op. Ja. En ik ben blij dat het zo is, omdat je dan ook echt veel meer mensen bereikt. Oké, geef me een statement uit je lyrics die dit duidelijk maakt. Dat het geen love song... Dat het meerdere lagen heeft. Nee, dus per se het lied zelf zal dat niet doen. Mm-hmm. Het is meer dat wanneer men ernaar luistert, dat men geraakt wordt erdoor. Ja. En dan hoeft het niet te zijn dat het zo aankomt bij degene met een broken heart, maar wel degene die zijn vader verloren heeft. Of, snapt u me? Ja. Op die manier. Ja, dus eigenlijk is het je eigen filter die bepaalt hoe het bij je aankomt. Ja. Oké, heel erg mooi. Okay. Ga je, als ik even mag aanvullen. Ja, natuurlijk, ja. Dat was voor mij het belangrijkste, want ik zei er ook, het moet niet een love song zijn, like any kind of love song. Het moet ook wel gewoon open zijn, iedereen moet zich terug kunnen vinden. Ja. Mm-hmm. En ik ben dus wel blij, want we kregen daar, ik weet niet van jou, maar we kregen dagelijks dus apps van mensen, die huilende voice notes. Serieus? Dat soort dingen, en dan doet het wel wat. En elk verhaal is weer anders, maar het gaat eigenlijk allemaal om het gemis en een bepaalde liefde, dus die is daar achtergelaten, zeg maar. Ja. Dus, en dat is het mooie ervan voor mij. Ja. Want dan
Ja. Ja. Maar ik vind dat het ook wel gewoon terug te zien is in de clip. Als je kijkt naar Naomi in de clip, is het natuurlijk prachtig. Als je in die clip kijkt, denk je, nee, het is niet Suriname. Maar het is wel echt Suriname. En yeah. wel echt onze eigen Naomi natuurlijk. Maar de clip is voor mij een enorm, zeker het begin, is very powerful in de zelfreflectie. Dus dat is eigenlijk het gevoel dat het bij me oproept. Dus dat resoneert wel met wat jullie nu uitleggen. Yeah. Ja. Oké, de mensen die jullie een beetje beter kennen, die weten natuurlijk dat jij een hele goede vriendschapsband hebt met Naomi. Dus eigenlijk was het een beetje de obvious choice voor jou. Nee, Grappige is... Dat wil ik weten. Vertel. Precies dat verhaal wil ik horen. Het grappige is, ik had Naomi altijd op Facebook en ze lijkte soms wel iets omgekeerd, maar we hebben nooit echt gesproken. Tot het moment dat Suripop weer, want 2019 was 2018. Het 2018. 18, no? Ja. Dat lijkt zo lang geleden. Ja, het was 2018. Ja. Toen zei ik tegen haar, als we nog een keer aan Suripop meedoen, men heeft altijd geklaagd, zeg maar, over het feit dat we Engelse liedjes schreven. Toen zei ik tegen haar, van, wat mij niet weet is dat we ook een paar Surinaamse nummers hebben ingezonden, maar ze hebben de kot niet gehaald. Yeah. Dus ik zei, als we nog een keer meedoen, gaan we een Surinaamse nummer schrijven. En het moet wel gezongen worden door Naomi, want ik had al een beetje in mind wat ik wil gaan doen. Yeah. Dus toen heb ik Naomi eigenlijk een bericht gestuurd. En ze heeft me toegezegd en zegt, nee, ik zeg geen Suripop, maar het is al iets dat ik heb gedaan. Dus hoef niet te... Ik kan wel je demo voor je zingen, maar ik ga het niet zingen voor je als het in de finale Heeft ze de demo gezongen? Ze heeft die demo inderdaad gezongen. Maar ik wist al dat ik het lied schreef voor haar. Ja. En ik wist dat als ze het eerlijk horen zo, ze geen andere keuze moeten hebben dan het lied zingen. Dus uiteindelijk is het goed gekomen. Ze heeft gezegd ja en hoe zijn nu hier. Oké. Okay. Ja. Ja, goed. Maar je moet aan Naomi zeggen, je moet eigenlijk meedoen tot het moment waarop je wint. En daarna moet je zelf challengen door te zeggen, je moet een tweede keer winnen. Ja toch? Ik bedoel, kijk hoeveel mensen dat hebben gedaan dat en gewoon doorgaan. Zit dat uiteindelijk wel met die prijs een keer. Dus je de juiste match en de juiste chemistry hebben gevonden voor voor het winnend nummer. Jullie reacties op het nummer, jullie hebben net gezegd huilende voice notes. Dus dat wil zeggen, de reacties zijn best emotional. Heel emotional. Ja, hoe ga je daarmee om? Eigenlijk bij de opnames al. Ja, hadden we die reactie. Ja. Mensen die... Want bij de opname gaat niet in één keer. Nee. Kort, nog een keer. En het liedje wordt zoveel keren afgedraaid. En bijna iedere keer kijk ik eraan weer, Ik had zoiets van, oké. Is dit wel goed? Allemaal huilende mensen. maar wat was het dat jou raakte? Wat was jouw filter op dit nummer? Wat mij persoonlijk heeft geraakt, is eigenlijk... Ik had vorige week een gesprek. Via WhatsApp met iemand. En toen ben ik eigenlijk met mezelf oog in oog komen te staan. En ik heb gemerkt dat ik een bepaalde gebeurtenis in mijn leven nog niet helemaal verwerkt had. Dus ik denk nu dat het lied daar vandaan gekomen is. Of in ieder geval mede geïnspireerd is daardoor. Zonder dat je het door had? Zonder dat ik het door had. Ja. En ik vond het dus bijzonder dat die tekst helemaal af is. Je hebt gedaan wat je doet. Maar het is die interactie met iemand anders die jou... Het is van even wakker schudt. Juist. Van hé, kijk daar bij jou. Dat heb je. Okay. Toch? Dus, dat vond ik bijzonder. Heel mooi. Ja. Heb jij een bepaalde filter van een bepaalde gebeurtenis die Jamie oproept bij het jou? Het grappige is toen heb te zeggen, maar ze vroeg me wat betekent dat lied voor je of something like that. Ja. En ik zat, maar soms wil je niet die plek weer bezoeken. Herbeleven. Dus toen vertelde ze dat van haar ervaring. En het grappige is, het is bijna hetzelfde. Want de laatste tijd kwam het steeds naar boven. Van, hey, hoe zou het zijn als? En toen ze dus dat vertelde, was ik like, oeps. Ik heb er wel niet, volgens mij heb ik er niet gezegd. Heb ik je gezegd? Je zei niet dat het op die manier ook bij jou aankwam. Maar je zei dat je ook wel op die manier dacht. Maar je dat benoemde als, hey, dit doet het met mij. Okay. Maar het zijn dus verschillende gebeurtenissen door het leven heen. Op verschillende momenten kan ik mezelf terugvinden in het lied op verschillende plekken. Ja, verschillende situaties is van toepassing. Ja, oké. Okay. Je hebt met je zus meegedaan deze keer, de allereerste keer ook. En de
de keer tussenin alleen. wat prefereer je, met of zonder zus? Samen. Ja? Ik heb het eigenlijk altijd samen willen doen, zij wou niet. Okay. Maar ik snapte het ook. En tegelijkertijd vond ik het ook challenging voor mezelf. Ja. Want ik zat, nu praat ik bijvoorbeeld veel flinker met ze hier zit. Maar de vorige keer, ik weet niet. Ik had niet zoveel te zeggen, want ik heb best wel camera shy. Dus. Okay. Maar ik vind het leuk. Welke camera? Ja. Welke camera? Ja, en dus kan ik me voorstellen dat er geen camera's meer zitten. Ik bedoel, u doet het al zo lang. Maar ja. Het is altijd wennen voor mij. Okay, maar als je dus inderdaad alleen schrijft en nu heb je dus inderdaad je zus. Hoe doe je dat of keer? Ik denk dat je zus altijd wel aan je kant staat en altijd wel je sparringpartner zal zijn. Maar beleef je het toch anders als ook echt in het traject zit met je? Is het toch een beetje anders? Het is helemaal. Toch wel anders. Okay, dat is wel mooi. Het is niet hetzelfde. Samen is toch beter. Ja. Maar met Highway of Love was ik meer... Ik meldde er wel van, hey, ik ga zo doen of zo. Ja. Maar nu is het, ik heb er toestemming nodig voor bepaalde dingen. Je zag ook gewoon hoe ze medewerking. Je wilt gewoon samen doen. Ja, samen. Goed. Luister, color coordination hier. Ga je color coordination doen op 3 december? Toevallig volgens mij. Jullie kijken naar elkaar of we het nog niet besproken hebben. Ik geloof dat niet. Nee. Je hebt iets anders, geloof ik. Nee. Ik heb nog steeds hetzelfde. Zo. Okay. Option. Ja. Nee, we gaan het... Ja, het is hetzelfde. De kleur is hetzelfde. Oké. Ze wist het nog niet. Nee, ze wist het niet. Je gaat er verrassen. Je hebt het gemerkt, hè? Oké. Maar het is leuk. Maar het grappige is, Naomi klaagt ook. Ja, nu heb je nog steeds samen weer. Ik zeg, Naomi, maar jij bent toch altijd gekleed? Ja. Dus moet dan doen wat je wil. Hoe? Want Naomi er... De outfits in de clip hebben waves veroorzaakt. Letterlijk en figuurlijk. Volgens mij was dat Rudy zijn bedoeling. Dat is Rudy. Don't forget Rudy. Me. In the picture, letterlijk en figuurlijk. Ja. Nee, dat was niet de bedoeling. Ik hou ervan om alles waarvan ik hou om het extra goed te doen. Zeg maar. Extra goed, een beetje extra vagant. Zoals en de shoe erbij. Het viel best wel mee als je mee vraagt. Wat heb je in petto voor Naomi on stage? Of is dat een verrassing? We mogen niet horen, we mogen niet vragen. Okay. We mogen niet vragen. Hoe is jullie voorbereidingstraject naar 3 december toe? Of gaan jullie nog speciale dingen doen? Zijn er toch nog van die kleine rituelen die jullie als broer en zus uitvoeren met z'n tweeën? Nee, ik probeer dit keer wel een beetje rustig te zijn, want altijd rennen we het laatste moment nog. Ja. Dus ik wil gewoon heel relaxed zijn die dag. We doen eigenlijk alleen een promo. Oké. Okay. Ja, een beetje vertellen over het lied, wat het inhoudt. We zijn ook van plan om de reacties van mensen, een soort van collage te maken. Oh, leuk. Ja. Dat je dus dat kan zien. Oké, very nice. Goed. Heel spannend, Jamide. Ja. Over een aantal dagen zijn we zo ver. Dus ik zou jullie heel erg veel succes willen toewensen. Laat de dag niet te snel komen, want jullie moeten wel genieten van elke seconde along the way. Hmm. Mag ik nog iets aanvullen? Want u haalde dat aan van die kleding in de clip. Ik moet aangeven dat alles gemaakt is door onze eigen Surinaamse designers, Christel Nerik en Naomi Melgert. Fantastisch. Dus ik wil ook hun bij deze dank zeggen. Dat, heel erg goed. Ja, het is teamwork geweest. Ja, wauw, heftig hoor. Yes. Very nice, maar impressive. Dus, dank je. Niet alleen. Samen. Samen. Er is toch wel meer. Jawel. Hè? En eigenlijk zijn dat de mensen, de stille werkers, die eigenlijk alleen misschien af en toe genoemd worden, maar nooit echt zeg maar naar voren geschoven worden, of nooit echt te zien zijn. Maar ze met evenveel heart en soul in het product aanwezig zijn en ook hun bijdrage leveren. Ze zijn er echt. Dus oké, very nice. Succes in het traject naar 3 december toe. Dankjewel. Rudy en Eunice Fernand. In ons gesprek, ons Q-Tam gesprek van vandaag, in onze Suripop componistenserie. Op 3 december zijn wij in Nis, hopelijk u ook. Bedankt voor het kijken, tot de volgende aflevering. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.